Welkom bij deze instructievideo waar we jullie mee gaan nemen in de tankprocedure voor het tanken van LNG. De veiligheidsvoorschriften die je in acht moet nemen, de persoonlijke beschermingsmiddelen die je moet dragen en natuurlijk de stappen die genomen moeten worden bij de verschillende tankstations. Drie tankstations staan er op het programma omdat we ook drie verschillende soorten werkwijzen en aansluitingen hebben die we jullie willen laten zien. De afkorting LNG staat voor Liquefied Natural Gas. En hierbij moet je bij temperaturen van min 161 graden denken. Doordat die temperatuur zo laag is, kun je brandwonden krijgen door bevriezing. Daarom zijn de veiligheidsprocedures van belang tijdens het tanken. De Liquefied Natural Gas wordt ook in een ronde tank opgeslagen. En we gaan nu naar de tank kijken. We staan hier bij de LNG tank en wat er zo specifiek aan, we hebben hier een drukmeter die geeft het aantal bars aan en een hoge tankdruk betekent niet dat de tank gevuld is, maar betekent dat er veel gas in de tank zit. 15 bar is het maximale in de tank en om goed te kunnen tanken zullen we moeten terugventen naar het tankstation en moeten we die tankdruk terugbrengen naar 10 bar. Om dat te doen, zullen we deze kraan, als we aangesloten zijn bij het tankstation, omhoog moeten zetten. En dan kunnen we dus het gas wat te veel in de tank zit, terugventen. Ik zet hem nu even terug. Daarnaast zien we hier nog een aan-uitschakelaar om het LNG-systeem aan of uit te zetten. Naar beneden is aan. Dit zijn de belangrijke dingen die je van de tank moet weten. Wij hanteren bij Volvo een volwaardig dieselprincipe. Dat betekent dat we niet alleen LNG inspuiten, maar om de ontbranding te krijgen hebben we diesel nodig. 8% zal met de inspuiting dus bestaan uit diesel. AdBlue hebben we nodig om uiteindelijk de uitlaatgassen schoon te kunnen maken. En het totaal geheel van LNG zal dus een besparing van 20% CO2-uitstoot geven. Twee andere specifieke kenmerken aan de LNG bij een Volvo. De hydrauliektank die ervoor zorgt dat we hier de LNG op kunnen pompen. En de pijpjes aan de achterkant. De pijpjes die hier zorgen voor het afblazen als de tankdruk te hoog wordt. Overal staan camera's die registreren of er op de juiste wijze en veilig gewerkt wordt bij en met het tanken. Daarnaast zie je op de achtergrond de LNG tankinstallatie en zie je ook een aantal borden hangen met telefoonnummer en de gevaarstekens en de tekens die je nodig hebt voor je beschermende kleding. Daarnaast heb je op elk tankstation een intercom. Zorg ervoor dat je weet waar de intercom zich bevindt. Hier kun je storingen melden, maar als je ook eventueel vragen hebt, niet goed weet hoe de procedure loopt, of als er dingen ontbreken of kapot zijn bij je tankstation, kun je het hier melden. Krijg je geen contact, dan kun je ook nog een telefoonnummer bellen wat op de borden aangegeven staat. 24 uur per dag zou de intercom beschikbaar moeten zijn voor jullie. Ook ieder LNG tankstation heeft een noodknop. Let op, die noodknop is voor noodsituaties. Hij is ook beschermd dat je er niet per ongeluk op kunt drukken. Dus gebruik hem ook echt in geval van nood. Voordat we gaan tanken is het op ieder tankstation van groot belang, als je er nog nooit geweest bent, eerst de instructie te lezen. Want bij elk tankstation kan de volgorde anders zijn. En met de volgorde bedoel ik het aanmelden van de kaart of het aansluiten. Want bepaalde volgordes liggen natuurlijk vast. Want we moeten eerst de druk verlagen voordat we uiteindelijk kunnen tanken.
In dit geval moet ik beginnen met het invoeren van de kaart. Daarnaast is het bij het tanken van LNG belangrijk dat je goede kleding aan hebt. En met goede kleding bedoel ik dat alles bedekt is. Ook in de zomer, als het warm weer is en je loopt als chauffeur met een polootje of met een t-shirt, zorg ervoor dat je lange mouwen aan hebt. Daarnaast de juiste cryogene handschoenen, bedoeld om met dit soort gassen te tanken. En een veiligheidskap. Deze die zorgt ervoor dat je gelaat beschermd wordt als er een lekkage is, dat je het gas en vooral het vloeibare gas niet in je gelaat krijgt. Bij dit tankstation dien ik de dispenser te activeren door op start te drukken, wat hier aangegeven wordt en in het stappenplan staat. De lamp gaat groen branden, dus ik kan nu verder met mijn handelingen. Ik zorg ervoor dat ik de aansluiting goed droog en schoon maak om bevriezing en lekkage zoveel mogelijk te voorkomen. We hebben hier te maken met een aansluiting die we erop draaien. De inkepingen zijn gemaakt en zorg ervoor dat je hem in een vloeiende beweging erop zet. En hij zit vast. De volgende stap is de druk in de tank verlagen naar onder de 10 bar. En door de kraan open te zetten, hoor je het al, gaat hij terugventen. Zodra hij onder de 10 bar komt, kan ik de kraan weer dicht zetten. De druk zit onder de 10 bar, dus ik kan nu de kraan weer dicht zetten en ik kan mijn tankactie gaan afmaken. Maar eerst moet ik kijken of het tankstation in cooling down gaat. De cooling down is geweest. Ik kan nu tanken omdat er push start staat. Dus ik ga de tankactie beginnen. Voor het vullen van de tank gebruiken we een dodemansknop. Dat betekent, ik druk de knop in. Je hoort dat het tankstation aan de gang gaat. En ik dien de knop ingedrukt te blijven houden. Op het moment dat hij hier gaat lopen, hoor ik het en gaat hij vullen. Je zult ook zien dat de slang helemaal bevriest. En vandaar dus de kleding helemaal lichaamsbedekkend. Op het moment dat de tank vol begint te raken, zal de druk in de tank ook hoger worden. Hoger dan het tankstation aan kan. En dan zal automatisch de dodemansknop terugslaan en is de tank vol. Ik zie de druk oplopen, je hoort het. Let op bij het afkoppelen van de slang of er geen lekkage is. Mocht dat toch een lekkage zijn en gaslekken, denk niet twee keer na, maar zorg ervoor dat je opnieuw aansluit, zodat het gas niet verder kan komen en dat die terug in de slang gaat. Als je de slang dus gaat afkoppelen en je hoort van tevoren een knisperend geluid, dan is dat al een kleine indicatie op een lekkage. Die lekkage kan zijn dat het norzel een klein beetje bevroren is. Wat kun je dan doen? Slang opnieuw aansluiten, zoals ik net liet zien, of eventueel de luchtspuit pakken. Mocht dus na het tanken de aansluiting vastgevroren zitten, je krijgt het niet met lucht los, hebben we hier nog de mogelijkheid om warm water af te tappen. We zijn hier op een ander tankstation bij de Pitpoint. Ik zal laten zien wat er anders is en we zullen hier een tanking maken, zodat je ook ziet dat we hier een andere volgorde aan het hanteren zijn. Het allerbelangrijkste, hier hebben we een tankinstructie in de volgorde staan.
Hier hebben we de intercom waar we contact kunnen leggen. Op elk tankstation hebben we vaste nummers staan buiten de intercom om. En natuurlijk zijn die op elk tankstation waar we LNG tanken hetzelfde. Hierbij zijn we aan het eind gekomen van deze tankinstructie, het LNG tanken. Let op, deze film geeft nog geen recht om te tanken bij een tankstation. De leveranciers zelf zullen je een praktische instructie willen geven of een e-learning laten maken om ook echt je tankpas geldig te maken. Een aantal belangrijke zaken en een aantal problemen die ik nog kort besproken wil hebben. Belangrijke zaken. Zorg ervoor dat je altijd het stappenplan, het instructieplan goed bekijkt, vooral als je de eerste keer bij een nieuw tankstation komt. Zorg voor je persoonlijke beschermingsmiddelen. Zorg ervoor dat je ook de omgeving goed in de gaten houdt. Meld eventueel gebreken en storingen via de intercom. En belangrijk dat je ook niet te ver terugvent. Terugventen naar 9 of 10 bar is meer dan voldoende. Hoe pakken we problemen en storingen aan?
Je kunt bij het afkoppelen na een tanking te maken krijgen met het bevriezen van de leiding en dat je hem niet meer loskrijgt. Gebruik geen grof geweld, maar gebruik het luchtpistool of eventueel het warme water als dat aanwezig is. En heb wat geduld. Met grof geweld maak je alleen alles kapot. Mocht je een lekkage hebben bij het loskoppelen van de slang, zorg ervoor dat je meteen de slang weer aansluit en ga dan kijken of je weer met lucht of warm water ervoor kunt zorgen dat je de lekkage tegengaat. Zie je echter het vloeibare gas uit de tank druppelen, dan heb je met een serieuze lekkage te maken. Gebruik dan de intercom of neem contact op met uw Volvo dealer, maar ga zeker niet aan het rijden. Ik wens jullie namens Volvo veel veilige kilometers met jullie LNG-truck en stay safe.